Zullen jullie nog even één dagje bijboeken, jongens? Uh-oh. Straks kunnen we het vliegtuig niet in, jongens. Dat zou wel kloot zijn. Je krijgt 50 euro van ons als je op deze band, dat is best wel een groot pittig band, een heel rondje. Een heel rondje maakt. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een laatste vlog hier vanuit Gerlos. Zo, ik was even de naam vergeten. Oké, jongens, wij zijn helemaal ingepakt, want we moesten hier om 10 uur uit. Het is nu momenteel 9:30. Dan gaan we even lekker ontbijten en dan worden we om 11:30 opgehaald door dezelfde taxi als we toen we hierheen kwamen. Dus dat is top en dan gaan we gewoon weer lekker naar huis. Potjandori, ik heb er wel iets. Je hebt zoveel gezopen deze week dat je gewoon je hersencellen niet meer wisten waar je was. Nee. Jongens, ik heb ook wel echt zin om weer lekker naar huis te gaan. Het was echt een top week, we hebben echt zo gelachen met z'n allen, maar... Het is wel weer mooi geweest. En kijk eens eventjes. Het is de hele week gewoon bewolkt geweest. Hallo. En nu, een blauwe lucht. Jeetje zeg. Snaps. Schmien of ice? Snaps. Is het een auto? Ja, dat is mijn ticket. Oké. Jongens, ik ga afscheid nemen van mijn snowboardschoenen. Ze zijn een beetje kapot. Hier aan de zijkant laat ze helemaal los als ik mijn binding vast doe. En de binnenschoenen zijn kapot. Dus Je hebt niks. Je hebt niks. Vraag naar mij of ik misschien geïnteresseerd was. Ik ga het gewoon gelijk weggooien. Ben jij misschien geïnteresseerd in kapotte snowboardschoenen terwijl je een skier bent? Ja, heel graag. Want we zijn van Vincent. En Vincent Visser. Ja. Hier. Neem maar een banaan. Hé, hey, dit is ongeveer de juiste maat. Ja, het is echt een grote banaan. Eerlijk, kijk. Nee, echt. Het is echt een grote banaan. Ik vind het een grote banaan. Goed, laatste spulletjes pakken. En dan gaan we los. Gaan we nou nog iets doen met die fucking fles? Ja. Oh ja, we hebben nog steeds die fles. Kan jij even snel of Stefan zijn spullen nog in klaar? Ik denk het niet. Fuck, Stefan heeft zijn koffer al mee. Ik dacht misschien heeft zijn koffer nog boven staan, maar dat heeft hij niet. Kut. Dan moeten we het straks, ergens op de airport doen nog. Oeh. Laatste ontbijtje. Ik heb het verpest, de koffie is overstroomd. Mag ik ook koffie? Ja, maar ik weet niet wat ik moet doen nu. Stefan? Je weet dat je nu 3 dagen ons best gaan om Maria te vriend te houden. En dit is nu wel even weer een grensje over. Ik ben ook niet meer een caféman, denk ik. Nee. Pak gewoon zo'n doek. Je pakt gewoon zo'n schone doek. Nee, wacht. Doe het in. Wil jij ook koffie? Nee. Nee, dan gooi je toch hier. Gooi het in. Geef het even aan Steve. Gooi een beetje in die van. Maar het is overstroomd. Ja, maar je kan het niet zo oppakken zonder dat het. Maar... Dan giet je het zo een beetje half zo. Oké, we hebben nu 2 keuzes. Oké, doe jij dat. Dan film ik het wel. Dat gaat jou niet lukken. Vervelend koffieapparaat ook, want je moet hem dus uitdrukken weer. Ja. Wat heb je daar? Als je het vergeet uit te drukken, dan overstroomt hij. Oké, ik heb een idee. Waar ligt het doek? Kijk. Er zitten wel ook mensen die we niet mogen dit aanbevelen tegen ons. Auw. Maar, oké. Misschien is het wel de favoriete doek. Mijn lul, jongen. Nee. Het is toch... En koffie. Dit is gewoon een goede koffie. Oké, nou bedankt. We gaan vast. Oeh, hij stief steeds. Maar dit is wel goed. Zo'n stom idee was het nog niet, hoor, Steve. Ja, maar dat ligt nu allemaal op dat ding. Dit was niet haar favoriete doek. Dat weet je helemaal niet. Bizar, jongens. De taxi is er nu. En we komen buiten. En kijk eventjes naar dit. Dit hebben wij gewoon nog geen 1 keer gezien. Ik wist niet eens dat er bergen waren, maat. Niks. Kutzooi, waarom gaan we nu weg terwijl de zon fucking schijnt? De zon schijnt? Ik zie... Kijk dan, heb jij ooit die bergen daar gezien? Mooi. Zo. Zullen jullie nog even 1 dagje bijboeken, jongens? Wat is het nou weer? Oh. Wauw, hè? Dit is wel echt. Oh. Maar goed. Ja, maar we mogen echt niet klagen. Nee, we mogen niet klagen. Maar... Het is wel mooi piemel daar. 2 piemels. Die van mij is een Vincent. Dit hebben wij niet gedaan. Loop even door, Niek. Het is heel hard. Als je een garage hebt, hoog of zo, dan laag. Ja, dag Gerlos. Dag Maria, we're gonna miss you. Hey, het lijkt wel dezelfde bus hebben als op de hele weg, hoor. Huh? Oh. Ja, dezelfde manier ook. Dit is zijn broer. Dat is broer, hè? Netjes, lomme. Daar gaan we, mannen. Ik kap even met filmen de hele tijd. Sorry. Je bent toch geen vlogger? Nee, klopt. Wil jij een grotere vlogger worden dan Enzo Knol? Wat? Zou jij meer views willen hebben dan Enzo Knol? Weet ik niet. Ik doe gewoon top. Gewoon leuk omdat ik het leuk vind.
Waarom zou je het doen omdat je het leuk vindt? Ja, inderdaad. Ik doe het eigenlijk alleen maar voor de views. Maar goed. Ik ben benieuwd of je door dat poortje komt met het rare been. Is dit een raar been? Ja, je hebt toch dat ding ermee. Oh, je hebt toch een brief meegekregen? Ja, ik heb een telefoon flikker hierin. Oh, verdomme. Rick die is vanochtend om 6 uur is hij al gaan rijden. Want Rick die was met de auto. Ik ben benieuwd. Is halverwege, hè? Is hij al halverwege? Ja. Ik ben benieuwd hoe hij zich voelt. Ik denk wel prima. Ik denk ook wel prima. Jongens, doe even normaal, man. Wat zit hier tussen? Ja, kijk. Jullie zijn aan het zoenen? Uw! Je merkt wel dat de vakantie voorbij is. Haza. Zijner! Ach, ach, ach. Het is wel wat drukker dan eerst. Toen we aankwamen was er bijna niemand. Ja, nu? Nu is het drukker. Maar Stefan heeft een hele coole kaart waardoor we in de lounge kunnen zitten straks. Ja, we moeten even kijken, want ik kan één iemand meenemen, want ik heb niet die andere aangemeld. Dus dan denk ik dat we voor één moeten betalen. Dat is niet erg. Ik denk dat het, maar dan kan je er wel in komen, denk ik. It's gonna be alright. Zwazietje? Maar we moeten even hopen dat het niet druk is. Ja. Je nou jongens, en ik moet pissen. Steve, ik denk dat ze iets uit gaan halen. Wil je dit filmen? Zo, hey. Maar wat denk je? Jij zegt gewoon dat ik wil iets uit gaan halen. Ze gaan iets uit halen. De liquids gewoon, deo en zo. Oh. Niek, ja. Hebben ze niet die andere, dat andere, hebben ze dat andere niet? Hebben ze al uitgehaald. Hebben ze al uitgehaald? Wat? Moest je van tevoren uithalen. Het was een Smirnoff ijsfles. Ja, we wilden jou ijzen, maar al sinds het begin van de vakantie. Weet je nog hoe vaak ik aan jou heb gevraagd? Yo, Steve, laat dan eens even je tas hier, man. Toen je naar het toilet ging. Ja, nee, ik neem hem mee. Ja, losers, hè? Ja, de hele vakantie al. Oh, toen op Schiphol, toen je staat ja, tas hier. Toen, nee, al op Schiphol hebben we al de hele tijd gevraagd. Yo, man, ja, laat dan eens even je tas achter. Ja, maar ik heb hem toch op mijn rug gehaald. Ja. Niet gelukt, jongens. Dat is echt zuur als je hier nog even was geëist. Weet je, wanneer, eigenlijk was ik geëist. Nick die zei, yo, maak even mijn tas open, kan je even vasthouden? Voor de douane, maar echt voor de douane bij Schiphol, pakte ik de fles eruit. Maar ik dacht, ja, ik kan niet nu op Schiphol voor de douane een fles ijs gaan atten. En toen dacht ik, we gaan hem aan Steve geven. Maar het is gewoon niet gelukt. Kreeg je die gewoon mee door de douane? Ja man, je mag in Amsterdam altijd alles meenemen qua liquids wat je wil. Ziek. Ja, is nieuw. Maar jongens, missie niet geslaagd. Wow, we zijn in de lounge. Yeah. Yeah. Je kan niet allemaal eten aan. Je hebt hier genoeg. Oké, eentje. Eentje. Eén ja, gewoon één kleine. Oh, dat is van Jiris. Oh, oké. Okay. Nee, ja, kan ook. Ja, precies. Nou, lekker jongens. Innsbruck is wel echt een gave luchthaven. Zo tussen de bergen zo. Echt heel dik. Ah, lieve Leute, eet smakelijk. Eet smakelijk, lieve Leute. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Steven, bestel eens een spaghetti bolognese? Nee. Zeg eens. Ik kan alleen als het echt moet. Kijk jongens, dit ziet er dik uit. En als het goed is, is dat ons vliegtuig ook. Nou, ik weet trouwens niet zeker, maar het zou kunnen. Het ziet er wel dik uit hoor. Op het bord stond final call, gate closed. Dus we moeten snel naar de gate. Final call. We hebben te lang gechilled. Uh-oh. Straks kunnen we het vliegtuig niet in jongens. Dat zou wel kloot zijn. We zijn net op tijd. Nou, of net te laat. Of net te laat. Kunnen we nog naar binnen? We weten het niet. Het kost hun meer tijd om onze koffers uit te halen dan ons nu op aan boord te krijgen. Oh ja, onze koffers zitten er nooit. Dat scheelt. We worden nu met een autootje erheen gebracht, omdat we... Guys, geef voor naar ons vliegtuig. Ja. Ga de flex hoor, jongens. Wat zo. Ik ga het gebruiken. Erbij is mij nodig. Zo. Ja, nu lijkt het alsof we zeg maar heel stoer op VIP worden gebracht, maar eigenlijk waren we gewoon te laat en is de bus zeg maar afgetrokken. Ja. Daar zijn we. Thank you, my friend. Oh, we kunnen niet achterin. Oh. Ja, voor wat? Hey, wat chill is dit zeg? Ja, we hebben gewoon een privé... Lekker in de lounge gezeten. Ja, lekker in de lounge gezeten. Autootje. Oké, we sluiten precies achteraan aan. Oh, jongens. Ja, wat ik al zei, eigenlijk waren we gewoon te laat. Maar hey, dit is toch wel perfect eigenlijk? Ja. Eigenlijk is dit perfect. Ja. Nou, maar je ziet niet dat de meeste mensen. Meestal als je te laat wordt, je niet daardoor in een auto een bos daar nog heen gebracht. Nee, maar dat, ja, want een kleine luchthaven is, denk ik. Ik weet het niet, maar prima. Maar we zijn precies op tijd. Ja, we sluiten precies aan. Ja, we sluiten precies aan. Dit is echt gewoon
helemaal perfect. We waren dus net aan het inchecken en toen zei die man, ja, jullie krijgen een stoel met extra beenruimte. Ja, dat is ook zo. En je hebt een eigen raampje. Ik zie hier geen raam. Maar wel extra beenruimte. Ja, ik wil bij het raam zitten, ik kan niet bij het raam zitten. Ja, ik zei inderdaad wel, ik wil bij het raam, dan kan ik lekker mooi die start filmen en zo, maar dat... Je zit weer aan die zijkant, hoor. Kijk, nu moet ik met mijn benen zo bij Nick, zou ik willen. Ja. Kijk mijn been. Hij heeft ook zulke benen. Ja, maar de boeien, ik ga wel zo zitten. Ik ben... Ik zit daar, ik kan stay. Wat zijn we aan het doen? Deze daar. Nou jongens. Ik vind eigenlijk dat jij in het midden moet zitten. Hoezo? Ik kan hem zo doen. Waarom ben je bij het raam? Er is geen raam. Ik denk serieus, kijk er toch niet meer mee. We moeten allemaal gewoon niet zo zeuren. Jij hebt makkelijk praten, jij hebt dwergbenen. Hoezo? Hier heb je niet meer ruimte hoor. Wil je wisselen? Kom maar huilen. Eigenlijk logisch als hij in het midden zit. Want wij zitten nu zo met die benen zo bij. Ja, maar ik kan wel een beetje meer. Ja, en ik kan ook zo doen. Dus wat zeur je? Kijk maar hoe je zit. Oh, ik zit eindelijk een beetje lekker. Steef! Steef heeft zo'n grote piek dat hij gewoon heel veel ruimte dat hij wel echt dat zou het wel zijn. Dat zou moeten. Nee, ik zou niet meer zeuren. Oké. Nou, jongens, zeg aan. Mijn benen kunnen liggen! Jesse, je bent de hele tijd kinderachtig gaan doen dat je de arm steunt. Nee, jij wilt je arm steunen. Waar wil je hem hebben? Zeg nu waar je hem wil hebben. Oké. Maar heb jij een voorkeur? Nee. Want kijk, dan doe ik hem zeg maar hierachter. Dan doe ik hem wel hier. Het is precies zo. Oké, perfect. Heb jij een Cartier-armband? Ja. Cool, hè? Oh, we zijn terug in ons leuke kikkerlandje. Oh, kijk wat mooie sneeuw hier lag. We zijn als eerste op het plein. Wow. Als eerste en als laatste. Als laatste. We zijn gewoon in één keer daar en rennen nu heel snel. Kijk dan de boete. Maar wat gebeurt er dan? We hebben toch een fake treatment. Wat is het ergste wat er gebeurt? Dat je van nooit meer op het schiphol mag komen? Ja, dat zou best wel kut zijn. Ja. Net Amex besteld. Ja. Wauw, dat zou... Hey, maar eigenlijk... Levenslang verbannen schiphol. Hoor. Zo, dat ben je wel de lul. Hey, maar eigenlijk is het dus echt een perfecte reis geweest. En we zijn gewoon lekker opgehaald in een busje. En we zaten in de lounge. Vervolgens waren we te laat. We hebben geen seconde hoeven wachten. Nee. Een privéauto naar de En we zijn ook een gratis stoelen. Nog als eerst van de plane. En nu hoeven we geen seconde te wachten op onze koffer. Die meteen er is als wij straks aankomen in de bagagehal. Ja. En mijn moeder is nu aan het bellen bij mij. Oh nee. En ook nog een stop jongens. Ella die komt ons ophalen. En die brengt ook Stefan naar huis. Ella, ik heb een persoonlijke boodschap voor jou. Je bent een legend en ik mis je. Tot zo. Heb je Ella een keer ontmoet? Nee, maar ik mis haar wel. Moet je nagaan. Koffertjes ophalen en dan gaan we even kijken waar Ella staat. En dan gaan we lekker naar huis. Want ik ben jullie allemaal zat. Ik zeg maar dat ik niemand haal. Ik heb ze toen naar Chin Chin gaan. We kunnen ook gewoon vanavond naar Chin Chin gaan, maar dan gewoon hier in Amsterdam. Nee. Zondag. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, en deze keer echt niet. Waar is de koffer, man? Is de koffer? Nee, deze is voor jou toch? Nee. Oh. Wat een lelijk ding, joh. Oké, je krijgt 50 euro. Weet je nog altijd hard over dat levenslange verbod van Schiphol? Ja, dat kan jij dus nu oplopen. Ja, kut. Misschien is dat wel echt... Je krijgt 50 euro van ons als je op deze band, dat is best wel een groot pittig band, een heel rondje maakt. Maar dan ook echt een heel rondje. En als je eraf wordt gestuurd, is dat niet ons probleem. Het is wel grappig. Maar ik ken jou niet, want ik wil nog wel komen. Reuze inktvissen komen alleen oceanen voor. Ja, klopt, die bestaan. De giant squid. Ze worden niet vaak aangenomen. Die vechten met sperm whales. Hou op. Maar ja. Is het hier een echt filmpje? Ja, deze bestaan echt, gast. Zoek het op. Die vechten met sperm whales en daarom hebben die walvis altijd van die krassen op hun hoofd. En die giant squids die zitten echt op hele diepe plekken. En die sperm whales die komen dus wel eens naar boven. En dan zie je van die. Ja, die vechten met elkaar, ik zweer het. Sperm whales, giant squid. Doe dat, typ dat in. Ik zie Ella al staan. Even kijken, ik heb. Oh, die wilde een man serieus een treinkaartje halen. Ik heb de koffer. Wat een service! Kijk eens eventjes. Oh, wat heb ik jou gemist. Op camera zei je dat nog van niet. Nee, ja.
nu opeens mis je. Niet hier! Niet hier! Nee, grapje, hij heeft echt nonstop over gepraat. Ja. Weet je dat Stefan net tegen mij zei dat hij je heeft gemist? Mij? Ja, ik heb jou gemist. Oh. Maar Vincent volgens mij nog meer. Ik nog veel meer. Hij miste je zo erg dat hij mij ging aanraken terwijl hij ging slapen. En ik zei, pak, fuck, ja, hij vertelde het, ik denk al. Ja, maar ik heb wel een lekker kontje natuurlijk, dus ik snap het. Ja, we zouden het hier niet over hebben, jongens. Als ik dat erg vind, natuurlijk doen we het. Nou, wel fijn dat je ons komt ophalen, schat. Ja, dat is echt top. Echt een VIP-service. Net als we werden in een auto werden we gebracht naar, naar het vliegveld. Ik had het net heel koud en ik heb het nu opeens heel warm. Snap ik. Dat snap ik. Ja. We hebben het gehaald. We hebben een leuke vakantie gehad. En nu ben ik weer thuis. Nee, zeg maar, verder kom gewoon niet. Zielig, hè? Dan heeft hij ook nog pijn aan zijn knie. Nee, ik ben oké. Knie? Nick? Nick? De K van Nick naar voren haalt, dan staat de knie. En waar heb je het last van? Was een piemel. Aan zijn knie. Nee, die schil niet, weet ik toch. Hier dat ook wel. Je vlogt al niet meer? Nee. Minus 2, parking WTC. Maar er staat min 1. Dat is gek. Dat is gek. Dat is gek. Oh, daar zijn we weer, jongens. Bij de toren. Ik heb zoveel zin om lekker te gaan douchen. Want we hadden geen, heel smerig. We hadden geen douchegel en geen shampoo. Dus ik heb me ongeveer 5 dagen niet gedoucht. Nou ja, wel gedoucht, maar niet met douchegel. Oh, jongens, wat is het lekker om deze grote douche weer te zien. En lekker mijn eigen spulletjes. En kijk eens wat er is binnengekomen. Douchegel. En die ga ik ook nu gebruiken. Want wat ik al zei, wij hadden gewoon 5 dagen lang geen douchegel en ook geen shampoo. Dus we hebben het gewoon een beetje met zeep wat in het toilet hadden staan gedaan en zo. Het is allemaal niet heel fris, maar boeien. Boeien. Maar wat ik nu ga doen is lekker douchen en daarna lekker eten. Niek is ook nog, maar ik wilde echt eerst even douchen, want ik voel me smerig. Dit was echt zo lekker. Lekker douchegel gebruiken. Ik heb lekker mijn haar gewassen. Ik heb lekker een joggingbroekje aan. Ik voel me weer helemaal fris. En Niek en ik hebben sushi besteld. Dus onze avond kan niet meer kapot. Ella heeft een lekker pastaatje besteld. Bedankt voor het ophalen, hè. Wij hebben lekker gegeten, jongens. Ik heb net lekker gedoucht en ik ben kapot. Ben je kapot? Ik ben niet moe per se. Oh, nou, ik ben wel moe. Ik heb geslapen. Ja, ik ook wel een beetje. Maar ik heb nu zeg maar dat ik echt... Kijk, jij misschien... Ik denk dat als jij straks thuis bent, dat jij echt volledig inkakt. Ja, maar ook, ik heb ook altijd als ik thuis kom van zeg ik... Oh ja. Ga ik wel weer doen in mijn leven? Ja. Dus dat, Nee, dat komt wel goed. En anders bel je maar, ja? Als je ja, weet wat je doen. Ik bel. Yo, Piet, was een topvakantie. Ja, was topvakantie, man. Topvakantie. Zit iemand mee aan de deur? Ella, je eten! Nee, dat is... Dat zie je... Niek belt aan. Oké, okay, nee, Niek. Dag, Finn. Doei. Was gezellig. Ik heb wel de kruis. Is goed, doe maar. Doei. Ja. Oké, let's go. Nu zijn we helemaal alleen. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik lig heerlijk in mijn bed. Ah, Ella die is weer naar huis, want die moet morgen werken. Dus die was even met de auto van haar vader gekomen hier naartoe. Maar die is weer terug naar huis. En ik lig, zoals ik net ook eigenlijk al zei, lekker in mijn bed. En jongens, ik heb zo'n leuke vakantie gehad. Ik heb net, gewoon in mijn eentje, lekker op de 2, even mijn vlogs teruggekeken. Want ja, dat vind ik ook zo leuk aan vloggen, jongens. Dat je gewoon een digitaal dagboek hebt. Dus ik ben net even de video's gaan terugkijken. En ik was gewoon echt weer aan het nagenieten. Het was zo leuk met z'n vieren. We hebben echt gewoon echt... Het was een hele grappige, gemixte groep. Want ik en Niek kenden Rick bijvoorbeeld nog niet. En we waren natuurlijk met Stefan mee. En Niek was erbij. Ja, het was gewoon zo gezellig, jongens. We hebben lekker geappreskiet. Dus we gingen vroeg op te skiën. Dus we hebben veel gesport. Veel gezelligheid gehad. Het was gewoon een topvakantie. En ik ga dit ook nooit meer vergeten. Dus dames en heren, jongens en meisjes. Het was weer een topdag. En ik ga jullie morgen weer zien. Om 6 uur bij een nieuwe video. Doei doei!